wordt die teruggegeven aan de belastingplichtige. We kunnen het niet alleen, zegt de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarom heeft het waterschap overal in de regio waslijnen met gekleurde sokken opgehangen. Een ludiek bedoelde actie om mensen zelf te stimuleren om na te denken over wat zij kunnen doen tegen wateroverlast. We weten alles van wateroverlast. Ja, heeft u veel wateroverlast in de volkstuin? Dat hadden we wel, maar we hebben goede drainage aangelegd waardoor het minder is. Ja. Maar toen we de tuin kochten, stond het inderdaad de hele winter blank. Een betere dag om het over natte sokken te hebben is er bijna niet. In een winterse sneeuwbui gaat het waterschap de straat op om met bewoners te praten. We hebben allemaal te maken met klimaatverandering en steeds vaker met hevige plensbuien. En natuurlijk, het Hoogheemraadschap is daar druk mee bezig om maatregelen daarvoor te nemen. Maar we kunnen dat echt niet alleen. Het is ook heel belangrijk dat inwoners in dit gebied zelf maatregelen nemen om die natte sokken te helpen voorkomen. In alle gemeenten waar Delfland verantwoordelijk is voor de waterhuishouding worden die sokken opgehangen. Dit om mensen te stimuleren. Maar natuurlijk geven de medewerkers ook tips. Heel veel tuinen die zijn dicht betegeld met tegels die geen water doorlaten. Dus ik zou zeggen die tegels eruit of in ieder geval water doorlatend maken, planten erin. Je kunt ook verder gaan, je kunt regentonnen installeren die er ook weer voor zorgen dat als het toch weer eens een keer droog wordt, dat je dat water kunt hergebruiken. Je kunt ook denken aan groene daken. En het laatste is, misschien zijn er veel inwoners die ook weer kinderen op scholen hebben. Je kunt ook met scholen in gesprek gaan om daar de tegels van de schoolpleinen te verwijderen en groen-blauwe schoolpleinen te maken. Het Hoogheemraadschap legt zelf waterbergingen en buffers aan, maar vraagt dus ook hulp aan burgers. Dat is ontzettend belangrijk. Dus u heeft de mensen echt nodig? We hebben de mensen heel hard nodig. Ik sta nog steeds een beetje in de regen. Ik krijg toch nog natte sokken. Dat is het laatste wat we willen.